En eigenlijk zitten we als sector heel erg in de groei, dat er door heel veel mensen gevraagd wordt, mogen we nog wel op het paard zitten. Ik ben innovatieadviseur van de stichting. Daar help ik heel actief mee om te gaan kijken van waar we moeten mee bezig zijn om de sector uiteindelijk te kunnen verprofessionaliseren. We houden ons met de Praktraad heel erg bezig eigenlijk met vooronderzoek. We pakken altijd een onderzoek dat heel erg relevant is voor de sector en dan gaan we met de studenten aan de slag. Een paar van die voorbeelden zijn, vorig jaar hebben we een onderzoek gedaan naar het zadel. Welke onderdelen aan het zadel hebben effect op hoe jij gaat zitten qua pasvorm en niet alleen maar een zadel dat mooi eruit ziet. En dat onderzoek dat begint altijd met de vraagstelling helder te krijgen. Het begint altijd ook met scopen, zoals we dat noemen. Equestrian for Equinolab is een kans om met andere partijen in de sector te kunnen professionaliseren. En de pijlers van de Equestrian die zorgen ervoor dat je samen een innovatieagenda kunt ontwikkelen en dat je een soort van commitment kunt krijgen om continu op één plek, en dat is deze campus, bezig te zijn met de doorontwikkeling van de sector. Mijn ideaal beeld is dat wij fundamentele kennis vergroten. We hebben in de paardensport echt heel weinig wetenschappelijk onderzoek. Als er wetenschappelijk onderzoek is, is het veterinair. Dus als wij kunnen komen naar het punt waar heel veel andere sporten en heel veel andere sectoren al zijn, en dat is het toepassen van wetenschap, dan hebben we het al heel goed gedaan. En eigenlijk zitten we als sector heel erg in de groei, dat er door heel veel mensen gevraagd wordt, mogen we nog wel op het paard zitten? En het is heel moeilijk om daar een antwoord op te geven. Wat wel belangrijk is, dat we ermee aan de slag gaan. En dat hebben we met de studenten heel praktisch opgepakt. We hebben gezegd, van als we nou kunnen gaan kijken wat er in het lichaam van een paard verandert als dat die belast wordt, dus dat als er een ruiter op gaat zitten. Wat verandert er en hoe kunnen we dat inzichtelijk maken? En we kunnen dat teruggeven aan de sector om duidelijk te maken van hey, als je dit nou op grote schaal wetenschappelijk gaat herhalen, dan kunnen we een concreet antwoord geven. Ja, ik denk dat dat wel een van de leukste onderzoeken is die we hier met Equestrian gedaan hebben.